Dag kijkers, welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag een verzoekje doen van een kijkster die ik tegenkwam met de trein afgelopen dinsdag. Het was heel grappig, ik kwam uit mijn werk en ik zat in de Intercity naar Gouda, Rotterdam. En vlak voor het uitstappen, toen herkende iemand mij van YouTube, Frederik. En hij heeft even gekletst en gevraagd, wat vind je de leukste video's? Nou, snackvideo's. En dat vind ik zelf ook de leukste, dus goed om te weten. En toen zei ze op een gegeven moment dat ze een keer een verzoekje had gedaan of ik wel eens een francesinha had gemaakt. Nou nee dus. En ik was het verzoekje eigenlijk alweer een klein beetje vergeten, want ik heb nog meerdere verzoekjes liggen. En als ik een verzoekje krijg, dan maak ik een screenshot en dan zet ik hem in mijn favorieten. En dan, ja, ik kijk er niet altijd in, dus ja. Toen ze dat zei, dacht ik, oh ja, denk, nou leuk dat ik een kijkster tegenkom van een verzoekje ook. Dus leek me heel leuk om die dan eens een keertje te gaan doen. Lijkt me ook onwijs lekker. Nou, voor de mensen die niet weten wat de francesinha is, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Een francesinha, dat is een Portugese sandwich, komt oorspronkelijk uit Porto. En dat is een, echt iets voor carnivoren. Dat is een enorme sandwich, gevuld met drie soorten vlees, meestal biefstuk, worstjes en dan nog iets van ham of bacon of zo. Een dikke lading kaas eroverheen. En dan gaat er een tomatenbiersaus overheen. En meestal wordt hij geserveerd met een spiegelei op een flink bord friet, patatfriet. Het verhaal gaat dat ene Daniel David de Silva, die een tijd in Frankrijk en België woonde, de croque monsieur, zeg maar, heeft aangepast aan de Portugese smaak. En dat heeft geïntroduceerd toen hij weer terugkwam in Porto. En zoals je kunt zien, ik ging even googlen, even afbeeldingen kijken. En ja, het ziet er echt iedere keer weer anders uit. Je ziet wel vaak dat hij ingepakt wordt in kaas. Dat ga ik zelf niet doen trouwens, dat vind ik te veel gedoe. Ik doe het anders, komt het ook goed. En het schijnt ook dat die saus dat die heel erg geheim is. Want hij wordt in iedere tent, door iedere chef-kok maakt hem anders. En ze vertellen niet wat ze erin doen. Het is alleen wel zo dat er altijd bier in zit. Interessant gerecht. En ja, ik ben een vleesliefhebber. En als ik dat zie op die plaatjes, denk ik, man, dat wil ik echt maken. Dus gaan we doen vandaag. En aangezien ze hem allemaal een beetje op hun eigen manier maken, kan ik dat ook doen. Ja, ik heb het nog nooit gegeten. Eigenlijk best wel vreemd dat ik een gerecht ga maken wat ik nog nooit heb gegeten. Maar het ziet er allemaal heel logisch uit. Ik heb even flink gegoogeld, even gekeken, recepten bekeken en een beetje mijn eigen dingen mee gedaan. Oké, ik ga gauw beginnen, want ik begin trek te krijgen. Blijf vooral kijken. Ik heb hier alles al klaarstaan voor de saus. Dus, gesnipperde ui, teentje knoflook. Voor het bier heb ik Grimberg dubbel. Ik denk dat hij geeft lekker veel smaak af. En aangezien iedereen toch zijn eigen saus maakt, nou ja, dan kan ik het een beetje op mijn eigen manier doen. Ik doe er ook chardonnay in. En dan een beetje gerookt paprikapoeder en chilipoeder om een beetje lekker te kruiden. Een beetje boerenmosterd. En hier gewoon puur tomaat, tomatensaus. Nou, dan heb ik hier het vlees voor de francesinha. Ik heb hier drie chipolata worstjes. Hier een biefstuk van 150 gram. En ze raden aan om een beetje dunne biefstuk te gebruiken, dus ik ga hem even zo halveren. Dan heb ik hier geroosterde kip. Nou, tijgerbrood. Ik wilde eerst casinobrood gebruiken, maar ze hadden alleen maar bruin casinobrood. En dit hoort met wit. Maar tijgerbrood is net zo goed, misschien wel beter. Dan heb ik hier Beemster kaas plakken. Dan begin ik met het maken van de tomatenbiersaus. Een beetje olijfolie. Nou. Even de ui en de knoflook kruiden. Ik gooi de helft ernaast. Niet te lang, anders wordt de knoflook bruin en dan wordt het bitter. Het ruikt nu wel lekker. Nou, dan voeg ik 150 ml bier toe. En 150 ml witte wijn ongeveer. 100 ml melk, dat was ik even vergeten in het begin. En ongeveer 150 ml tomatensaus. Dan heb ik hier een eetlepel, een kleine eetlepel maizena. Dan meng je met een beetje water. Ik ruik dat bier er helemaal doorheen. Een beetje gerookt paprikapoeder. Een beetje chilipoeder. En een beetje mosterd. Boerenmosterd.
en een beetje zout. Een klein beetje maïzena. Ja, beter. Nou, dan giet ik de saus even in het andere pannetje. En dan ga ik verder met de Francesino. Heerlijk sausje. Echt fantastisch. Licht pittig door die chili. Ik proef in de vetten een beetje dat gerookte paprika poeder. Lekker dat uitje. Ik wilde hem eerst met de staafmixer pureren, maar ik vind dat uitje wel lekker zo. Ja, heerlijk die smaken van die drank. Tomaat. Ik vind hem goed. Cheers. Heerlijk biertje. Perfect om saus van te maken. Even Lina een stukje van die kip geven. Dat vindt ze zo lekker. En dan komt zo. Lina, kijk eens. Grillpan aan. Over op 180. Even de boterhammen toasten. Insmeren met mayonaise voor het Maillard-effect. Even halveren. Super mesje trouwens, jaren geleden van Sabrina gekregen, vlijmscherp. Perfect. Even de chipolatenworstjes grillen. Biefstuk even insmeren met een beetje olie. Zo. Gooi gelijk de biefstuk erin. Doe de biefstuk heel kort, want ze zijn natuurlijk niet zo dik meer. En ik hou wel van de rode biefstuk. Klaar, ik zet de pan uit. Doe de worstjes halveren. Oh, dat ruikt lekker. En dan in de lengte. Nou, dan neem ik een boterham. Leg er eerst een plak beemster kaas op. Dan de biefstuk. Dan de helft van de worst. Een plak geroosterde kip. Volgende boterham, weer een plak kaas, biefstuk, de rest van de worst, dat is wel veel, ik eet er eentje op. En nog wat van die worst, ik heb nog een beetje over voor Lina, en dan de laatste boterham erop. Dan ga ik hem gewoon even, in plaats van in te pakken, gewoon rijk beleggen met kaas. Dan krijg je datzelfde effect, denk ik. Zo. De oven in. Dan 5 minuten. En dan kan ik in de tussentijd even de saus opwarmen en het eitje bakken. Ik laat de friet achterwege trouwens mensen, de patatfriet, want dat wordt echt te veel. Even de frituur uitlaten vandaag.
zo klaar. Oh, een beetje. Zo. Echt honger nu. Trek. Kijk dan mensen, dit gaat gewoon lukken. Prachtig. Wow. Tijd om hem af te maken. Wat een knoeperd. Nou, dan de tomatenbiersaus eroverheen. Ja, ik vind het knapperige van die ui wel lekker, daarom doe ik er geen staafmixer in. Nou, maar goed dat ik geen friet heb gedaan. Patatfriet, sorry. Dat ga ik echt niet opkrijgen. Aftoppen met het eitje. Nou, ik vind het er geweldig uitzien en het ruikt fantastisch. Dus ik ga gauw eten. Daar gaan we. Lina, ik vind jou kip. Ga hier. Kijk eens. Ik heb een stukje kip voor jou extra gedaan. Ik geef alles in één keer. Dan heeft ze wat te doen. Nou. Ik heb inmiddels een gulp en een gladiator. Heerlijk. Nou. Zo. Dit moet je niet te vaak eten. Ik zag ook op internet dat Portugezen dit niet meer dan één keer in de maand doen. Om hun hart en zo een beetje te sparen. Oh, die saus is heerlijk zeg. De drank voert echt een beetje de boventoon. Kijk uit, poes voor de camera. Dat bier, dat dubbele bier. Kijk daar joh. Maar hij is echt helemaal, zoals je zag, helemaal een soort van ingevouwen in de kaas zonder te vouwen. Ik vind het lekkerder dan de croque monsieur. Of de croque madame. Die zijn ook alweer heel goed. Maar dit, die saus is zo rijk van smaak. En al die extra vleesdingen. Ik heb de croque monsieur wel eens zelf gemaakt. Moet je maar even de link bovenin klikken. Croque madame ook. Maar die zet ik wel in het eindscherm. Nou Frederik, bedankt voor het verzoekje. Het is echt heerlijk. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. Want je zei volgens mij dat je altijd mijn video's kijkt met je vriend samen. Maar hartstikke leuk. Ik zou deze versie van mij een keer gaan maken. Oh, een uitvinding. Ik moet er niet aan denken om er nu nog patat friet bij te eten. En al dat frituur is ook alweer een schone tijd voor een gezonde snack. Goed mensen, ik ga de video afsluiten. Ik ben nog wel even een kwartiertje bezig, denk ik. Na 10 minuten. Dan wordt de video een beetje te lang. Ja, heerlijk mensen. Ik zou dit zeker gaan maken. En doe het dan als avondeten. Dus nou eens met patat friet erbij. Dit is ook mijn avondeten. En ik had expres niet zoveel gegeten, vandaar omdat ik deze video ging maken. Ik heb ook één broodje met kaas op. Ja, heerlijk. Goed mensen, tot de volgende keer. Doei. Jij mag zo nog een stukje vlees.